Ik denk, als ik met haar ben, ben ik gelukkig. En zij doet mijn hart sneller slaan. Klinkt wel een beetje cheesy, maar ja, het is ook gewoon zo. Wat mijn hart vandaag sneller doet slaan in mijn carrière, is het winnen van wedstrijden en hopelijk het winnen van titels, bijvoorbeeld met België. Dus hopelijk kunnen we deze editie van het EK winnen. Hopelijk mijn hart sneller doen slaan. Er zijn dingen die mij hart meerdere keren per dag sneller laten slaan. Dus natuurlijk als ik in het bijzijn ben van mijn vriendin. Ik denk, als ik met haar ben, ben ik gelukkig. En zij doet mijn hart sneller slaan. Klinkt wel een beetje cheesy, maar ja, het is ook gewoon zo. Een gebeurtenis die mijn hart eenmalig sneller heeft laten slaan, is denk ik een iets droevige gebeurtenis in mijn leven, wanneer mijn oma is gestorven. Dus ik denk dat dat wel mijn hart sneller heeft doen laten slaan, maar op een negatieve manier. Wat mijn hart sneller doet slaan in de muziekwereld, ik luister redelijk veel naar rapmuziek. Dus ben ik altijd wel blij als er een nieuw rapalbum uitkomt. Van bijvoorbeeld J. Cole, nu laatst Offseason. Onverwachte dingen die mijn hart sneller hebben doen slaan, is denk ik wandelen. Met corona denk ik dat dat een nieuwe passie is geworden van heel veel mensen. En ik heb ontdekt dat dat heel, ja, eigenlijk mijn hart niet sneller doet slaan, maar eigenlijk net het tegenovergestelde, dat het eigenlijk heel relaxed is en ja, toch een nieuwe passie is. Ik ben Leander den Donker en ik ben de Rode Duivel.